en die zie je helemaal gelijk. Zeg, hé, wat een geweldige poes is Poekie. Ik denk dat hij het helemaal gaat maken, hoor, in de showbiz. Ik denk het ook. Hij kan zo in Babe of in... Stuart Little. In Stuart Little, inderdaad. Hè? Kan je lekker acteren in de films. Oh. Maar daar heb ik juist een vraag over. Wat dan? Nou, hoe praten ze dan? Die dieren? Ja. Nou weet ik dat ze in dierenfilms altijd dierentrainers gebruiken. En ik stel gewoon voor dat wij daar eens even naartoe gaan. Toch? En nemen we Poekie mee. Nou, het vind ik wat fijn dat we zo snel konden komen. Normaal gesproken heeft een weverkind 1 vraag, maar Kenny zei die heeft er 2. De eerste is, hoe kun je nou dieren in de film laten praten? Ja, en de tweede, kijk, wij vinden Poekie een geboren filmster. En nou willen we weten wat jij ervan vindt. Hey. Dat is erg mooi, hè? Ja, maar om bij je eerste vraag terug te komen. Ik heb net een film gedaan, Minoes, en daarin praten katten. Hoe doe je dat dan? Daarvoor zal ik je eerst eventjes een ander gaan voorstellen. Dit is Cindy en zij speelt ook mee in Minoes. Zij is de jakkenpoes. Dat is de zwerfpoes in het verhaal. Zo, wat een mooie ogen, zeg. Ja. Kijk, een poesen laten praten, dat kan ik proberen door tegen de poesen te praten. Dan miauwen ze terug en dan wordt dat gebruikt als praten. Zullen we eens kijken of ze het wil doen? Ja. Hé, Cindy. Cindy. Zit een beetje stil, een beetje verlegen. Ja, die zit naar haar collega's te kijken. Maar hoe gaat dat dan met de tekst? Nou, in de film wordt de tekst van de katten gesproken door acteurs. En dat is natuurlijk wel erg lastig. Want je zult altijd zien dat de kattenbekjes alweer dicht zijn en de tekst is nog niet af. Nou, dus daar is een andere oplossing voor. En dat wordt in de computer gedaan. Dus daar worden de poezenbekjes bewogen. Daarvoor moet je niet hier zijn, daarvoor moet je naar de studio. Oké, dan gaan we daar naartoe. Maar zou je nog heel even naar onze filmster willen kijken? Ja, tuurlijk. Doen we. Oké. Nou, een poes is geschikt voor filmen en voor commercials als die mensgericht is, lef heeft, moet een goede vacht hebben. Ja, hij moet er natuurlijk helemaal goed uitzien. En wat vind je van Poekie? Hij is heel mooi. Hij is lief. Hij is een beetje verlegen. Ah nee, dat is juist cool. Weet je, zonnebrilletje bij, dat is helemaal zijn imago. Dat hoort zo. Nou, weet je wat ik doe? Ik neem hem in observatie. Ik ga een paar dingen met hem trainen die hij zeker zou moeten kunnen als hij in films en commercials mee wil doen. Ja. En dan zien we verder. Heel goed, Denise. Ja. Dat gaat helemaal lukken met die Poekie. We worden rijk. Ja. Ja, nee. Poekie natuurlijk. Nee. Leuk dat jullie even willen komen kijken bij de effectproductie van Minoes. Ja. Want er wordt heel hard gewerkt hier om de laatste hand aan de film te leggen. De film zelf duurt ongeveer 85 minuten. Met mensen en katten. Maar als je optelt wat er aan pratende katten in zit, is dat maar 6 minuten. Maar 6 minuten? En daar zijn we bijna een heel jaar mee bezig om dat te maken. Wat een werk. Ja, heel veel werk. En dat begint allemaal bij de kattenkapper. De kattenkapper? Wat valt het te knippen dan? Ik bedoel, de kattenverzorger die zorgt ervoor mooi uiterlijk. Nou, wij noemen dat alleen maar voor de grap hier zo. Maar we maken het gebied rond de mond helemaal schoon. En we halen alle snorharen weg, beeld voor beeld. En dat doen we omdat we daar een nieuw mondje neer gaan zetten. Maar dat doen we in een andere computer. Ga mee? Nou, heel eventjes. We willen je even voorstellen aan een aanstormend talent, Poekie. Wij denken dat hij echt heel erg goed kan worden. Nou, is hij echt zo goed dat hij alles in één keer meteen goed doet? Nou. Echt wel? Ja, dan moet je niet gaan rollen. Je moet gaan zitten, Poekie. Ga maar zitten. Dat is braaf. Ga maar zitten. Poekie, ga je nou staken? In deze ruimte doen we alle animatie. In die menu zitten 9 katten. En voor elke kat is een mondbeweging bedacht en gemaakt. Ja, maar daar ga je toch niet heen, Minoes? Blijf vrij. Kijk, hier zie je de jakkenpoes. Dat is een zwerfkat. Tante Moortje is een wat deftige kat. Dus die praat wat zuiniger, heeft wat zuiniger mondje. Heeft wat minder tandjes ook. Dat zie je ook inderdaad. Wat leuk. Nicht Minoes uit de Emmerlaan. Inderdaad, heel zuinig mondje, zie je dat? Ja. De animator maakt vervolgens van elke kat een computerkop. En op basis van de ingesproken tekst van de acteur laat hij dan weer de mondjes bewegen. Is dat die Timmer van de krant? En voilà, dit is de jakkenpoes. Hé, Poekie, nee, je moet in de camera blijven kijken. Ja, als je een filmkat wil zijn, moet je in de camera blijven kijken, Poekie. Waar heb je die computerkop nou eigenlijk voor nodig? En daarmee laten we de kat praten. Want wat we doen is, we pakken het filmpje van de echte kat. Maar daar ga je toch niet heen, Minoes? Daar maken we een gat in op de plek van de mond. Maar daar ga je toch niet heen, Minoes? En dan leggen we het... Maar daar ga je toch niet heen, Minoes? De computerkop leggen we erachter met het mondje. Maar daar ga je toch niet heen, en die zie je er dan doorheen. En zo heb je een pratende kat. Dat is nou de truc. Wat zijn zij aan het doen? En zij zijn bezig met het gelijkleggen van de computerkop. Ja.
en de kattenkop uit het echte filmpje. En dat doen ze zodat de ogen en de mond en de neus die precies op dezelfde manier bewegen als de kattenkop uit het filmpje. En dat is heel veel werk. Ze moeten echt beeldje voor beeldje moeten ze dat allemaal gelijk leggen. En dan doen ze ongeveer 100 beeldjes per dag. Ja, dat is best veel. Nou, dat lijkt veel, maar dat is maar 4 seconden in de hele film. 4 seconden maar? Poekie. Nee, dat dacht ik wel. Goed zo, hoor. Dat doe je heel knap, hè. Dit is het eindresultaat. Hij roept me. Is dat die Timme van de krant? Ja. Ja, maar daar ga je toch niet heen, Minoes? Dus in het filmbeeld is een gaatje geknipt en daar zit het computermondje doorheen. Dat is echt ongelooflijk, hè? Want je ziet het verschil bijna niet. Mooi, hè? Het is net echt. Dat zou Poekie ook kunnen, hè? Ja. Ja, dat zie je nog wel doen. Weet je trouwens al of er weer een film wordt gemaakt met katten in de hoofdrol? Ja. Nou, dit is wel een heel uniek project in Nederland. Het is de allereerste keer dat het hier gebeurt. En ik heb eigenlijk nog niks gehoord van een nieuwe film. Ja. Nou, Paul, bedankt. We weten genoeg. Oké. Okay. Dag. Weet je, Nederland is gewoon veel te klein voor onze Poekie. We moeten naar Hollywood. Ja, joh. Maar wacht, even kijken of we alles hebben. Ja. Ik zie brilletje, shampoo, caviar, capeje. Ja, we hebben alles. We hebben alles, hè? En natuurlijk niet te vergeten onze one-way ticket to Hollywood voor onze Poekie, hè? Ja. We hebben alleen een ster nog nodig. Kom, ja. Gaan we hem even halen. Weet je ook, als je nou een paar weken zou kunnen blijven, dan zie ik het wel zitten met jou. Tineke! Hallo! Wat vind je van Poekie? Hey. Nou, Poekie heeft in een korte tijd hele goede vooruitgang geboekt, hoor. Zie je wel. Ik wist het gewoon. Kijk, Poekie. Wil je vast je zonnebrilletje? Of wil je lekker potje koffie? Ja. Ik wil jullie pret niet bederven, maar weet je, als je een grote film gaat doen, dan heb je echt meer dan één Poekie nodig. De ene is goed in zitten, de andere is goed in springen of in rennen. Dus vandaar in Minoes had ik wel 6 jakkepoezen. Dat meen je niet, ja. Dus 6 Poekies. Oh nee, 6 zonnebrilletjes, 6 potjes koffie. 6 one-way tickets to Hollywood. Oh.